We zijn hier in Heubersoord. En dit is de locatie waar afgelopen maanden 1000 Afghaanse mensen verbleven. Afghaanse vluchtelingen. En we gaan naar Lian van Driel, locatiemanager van deze locatie. En we informeren naar de ervaringen van de afgelopen maanden. Ja, hoe waren die, Lian? Ja, die zijn natuurlijk veelomvattend en heel veel. Maar we kijken trots terug op een periode van ruim 5 maanden. Waarin we 1000 evacuees binnen een week de eerste 500 en 4 weken later de volgende 500 op hebben kunnen vangen. Mogen we misschien even gaan kijken in de eetzaal? Ja, zeker. Welkom. Lopen we daar mee? Het afgelopen half jaar zaten er in kamp Heubersoord 1000 Afghaanse vluchtelingen. Nu is het kamp leeg. Lianne van Driel gaf een rondleiding over het verlaten kamp, waar nu de poorten eindelijk weer werden geopend. We staan hier nu in het eetpaviljoen. Mm-hmm. Hoe hebben jullie dat hier georganiseerd? Ja, het is nu natuurlijk akelig leeg. Maar we hadden 3 shifts. Natuurlijk ontbijt, lunch en 's avonds warm eten. En dat betekende dat toen we 1000 bewoners hadden, dat in 3 shifts verdeeld was. Met een eetkaart, met een kleur waarop je wist ik ben vroeg of ik ben laat. En om de maand werd dat gewisseld. Zodat je niet altijd degene was die om 7 uur moest eten. Bewoners moesten wennen aan ons eten. We proberen daarin wel samen te zoeken van waar houden jullie van en wat is voor jullie een fijne maaltijd. Helemaal lukt dat natuurlijk nooit. We kunnen geen 1000 mensen tevreden stellen. We hebben wel een paar bewoners ook uitgenodigd om mee te kijken in de keuken en tips te geven van dingen die zij minder lekker vinden. Niet alleen de eetzaal is verlaten, ook de slaapzalen zien er heel anders uit. We staan hier in deze ruimte, dat was de slaapzaal. En hoe was dit georganiseerd? Ja, het ziet er nu wel heel triest uit en het lijkt zo echt zo'n militaire grote slaapzaal. Maar ten tijde van de opvang van de evacuees was het gecompartimenteerd in 6 personen. En had elk compartiment zijn eigen deur om naar binnen te gaan. Dus de familie kon wel bij elkaar blijven? Een familie kon bij elkaar blijven, maar soms was de familie meer dan 6 personen. En dan lagen er een aantal personen aan de andere kant. En we moesten 1000 mensen opvangen, dus het betekende ook dat we soms meerdere gezinnen op 1 kamer hadden. Of meerdere stelletjes. Om de natuur zo min mogelijk te beschadigen, werden er looppaden aangelegd met speciale matten. Jan, dit terrein, dit is mooi hier neergelegd. Wat gaat er met gebeuren met dit soort spul, maar ook met het hele terrein? Ja. Deze matten zijn van Defensie. Die hebben wij mogen lenen. Die zijn hier neergelegd. Daar ligt nog een onderlaag van plastic onder. Omdat wij in een heel kwetsbaar natuurgebied zitten. En een waterwindgebied voor Nijmegen. Dus we werken nauw met hen samen. Zij zijn betrokken bij de opbouw, maar zeker ook bij de afbouw. Daarnaast zullen de bodemmonsters genomen worden om te kijken of er geen vervuiling is. En dan na een paar maanden, is mijn ervaring ook uit 2016, als alles weg is, dan gaat de natuur weer zijn gang. En dan wordt het weer groen en terug zoals het voor die tijd was.